Maar het liet wel een U-vorm eromheen, had ik begrepen. We hebben hier het wateringebied, we hebben hier ook min of meer in deze twee plekken mogelijk een EVA-gebeuren. Het EVA-gebeuren komt eigenlijk in de stationsomgeving te liggen tussen de woonwijken, helemaal het naoorlogse woonwijk. En aan de andere kant eigenlijk een vrij grootschalig bedrijventerrein. Aan de rechterkant loopt het terrein eromheen. Dus ook bij de gemeente zijn de precieze grenzen nog niet vastgelegd. Wat er waar precies gebouwd kan worden. Nu blijkt recentelijk dat dus het beschermingsgebied van de gemeente dacht dat die hier lag. Die ligt dus hier. En nu hebben we het erover. Laten we dan toch, dat is fout veel fijner vinden, die wijk eromheen trekken. En dat al die dingen zijn gewoon nu in beweging. Namens de gemeente en de stichting EVA heet ik iedereen van harte welkom. We hebben denk ik een uniek gezelschap bij elkaar. Een heleboel verschillende soorten deskundigheid. In de laatste plaats ook echte bewonersdeskundigheid. Het is natuurlijk niet toevallig dat het concept EVA, om het maar even zo te noemen, in Culemborg geland is. Als gemeente waren we al een hele tijd bezig met duurzaam bouwen, duurzame stedenbouw. Aan de andere kant, denk ik, heeft ook de stichting EVA en met name Marleen gezien dat er kansen waren in Culemborg. Nu is het dus ook nog, naast deze grandioze zeg maar, bijeenkomst, is er nog een achterliggende doel dat we ook over een maand een kleine presentatie plaats gaan vinden die nog zin heeft voor het plan van IJssel voor het stedenbouwkundig plan. Hiltrud gaat verhaal houden over water in de architectuur en met veel mooie gebouwen. Hier is nog een glasplaat. Dan loopt het water van hier ook weer naar beneden. En dat is, dan proberen we ook altijd wat van die inherente kwaliteiten van water te laten zien. Het water meandert als het over een glad vlak loopt. En dat hebben we dus ook dat, zo ontstaan ook de rivieren. Dus het water maakt het landschap en niet het landschap de rivier. Überhaupt met water moet je altijd kijken wat je voor gebied hebt, wat je ermee kan doen. Een aantal jaren geleden ben ik begonnen met voorbereidingen voor dit project. En dat was, eigenlijk kwam dat voor een deel uit mijn ervaringen hier bij de VIBA waar we nu zijn. Het is een dag die er georganiseerd is om toekomstige bewoners te informeren over het EVA-project. Ja, na anderhalf jaar met een groep gepraat, uitgewisseld te hebben, is er in 1994 een stichting opgericht, de stichting EVA. En dat staat voor Ecologisch Centrum voor Educatie, Voorlichting en Advies. Een van de hoofdaccenten, denk ik, voor deze wijk is dat kringlopen zoveel mogelijk gesloten worden, zodat je dus een hele verweving krijgt met duurzame energiehuishouding, waterhuishouding, die ook op een heel kunstzinnige wijze in de wijk worden geïntegreerd. We willen dus beginnen vanochtend met eerst kijken naar de eigen woonwensen. Als u nou aan die wijk denkt, hè, wat voor beeld leeft er dan bij u? Of u dan een auto bij uw huis wil hebben, of dat u vooral zonder auto wil wonen, of u vrijstaand wil wonen, of gestrapeld. Ja, het huis van de tuin is het voor mij nog. En ik heb maar op de tuin. Eigen tuin. Eigen tuin. Hier. Ken je dat? Dat denk ik. Altijd plezier. Het zoeken, samen zoeken, is een methode die wij al een paar keer eerder in Culemborg hebben geprobeerd van de grond te krijgen. Heel nadrukkelijk hebben we als gemeente stappen teruggezet om te kijken waar je komt als je samen een proces ingaat. Nou, de meest vergaande vorm, althans wat mij betreft, en ik denk zeker ook wat onze wethouder betreft, Eigenman, is dit project. Verder zijn er drie wezenlijke onderdelen in het project. Dat zijn natuurlijk de woningen, de bedrijven en ook het centrum, wat niet alleen een informatiecentrum is, maar wat in zichzelf eigenlijk een uitstraling zou moeten hebben van ja, een soort bewoonde plek waarbij mensen kunnen voelen, de warmtemuren, dat je een gevoel kan krijgen van hey, in zo'n omgeving zou ik kunnen wonen. Ik denk dat we met z'n allen gewoon kijken waar we uitkomen. Bewoners krijgen een hele belangrijke rol in het hele verhaal. Laten we ons aan de andere kant niet verkijken. Dit proces dat doen we heel open en heel betrokken. Maar er zijn natuurlijk wel randvoorwaarden. Een van die randvoorwaarden is dat uiteindelijk het project de gemeente niet miljoenen mag gaan kosten. Dus de grondopbrengst moet wel ergens verzekerd zijn. Maar dit gebied is door de gemeente gekocht. Ze hebben alleen dit stukje niet. En het waterwindgebied natuurlijk niet. Dat is het enige wat de gemeente nog niet heeft. En dat puntje hier. Het moet een project zijn waarin iedere Culemborger
of die nou veel verdient of weinig verdient, op een plek kan krijgen. Nou, dat zijn doelstellingen die we wel degelijk hebben. En voor de rest zitten er zo ontzettend veel elementen in dit proces waar wij aan hechten. Ja, bijna alle doelstellingen die in het project zitten, dat wij zeer betrokken en zeer enthousiast en zeer ambitieus in deze hele planontwikkeling meedoen. Vanavond horen we van de deskundigen wat er allemaal mogelijk is. En morgen gaan we proberen zo ver mogelijk te komen met het conceptprogramma van IJzer. En ik hoop dat het waar wordt wat we met z'n allen ook denken dat er zou moeten kunnen. Het eerste wat we opgeschreven hebben is een verharde weg. Dat is domweg nodig voor aanvoer en afvoer van materialen. Als activiteit het werk dicht bij die weg, ook makkelijk bereikbaar, ook makkelijk inloopbaar. Vanuit mijn visie het huis met alle ecologische mogelijkheden in de vorm van zonnecollectoren, regenwateropvang. En dit moet een terras van een soort café of buurtcentrum voorstellen. Dat is een soort ontmoetingspunt. Ik wil open waterstromen door de wijk heen en met paden door dat gemeenschappelijk groen. En ik heb het Eva-centrum hier gedacht, maar die andere plek is beter. Ik hoop dat dat niet één groot gebouw is, maar dat het meer paviljoens zijn. Dat het een parkachtige setting is. Hoe denken jullie dat de woonwijk een beetje uit zou gaan zien? Ieder voor zich. Veel spelmogelijkheden voor kinderen. Absoluut geen auto's in de wijk. Dat was bij iedereen eigenlijk wel zo. Ja, er is nog iets. Zoals je ziet zijn de huizen altijd tegen elkaar aangebouwd. Groepen huizen die dus aan elkaar, of zoals hier, heel compact zelfs op elkaar in stapelbouw. Wat willen wij, wat hebben we zelf voor gevoel dat we nog moeten uitzoeken in de komende tijd? Dus misschien dat we gewoon even deze lijsten langs lopen. Ja, wat het belangrijkste is. Nou, ik kan deze lijst eventjes voorlezen. Het is misschien toch wel leuk om een beetje een indruk te krijgen. Hoe willen we ons organiseren? Moet er een bewonersvereniging opgericht worden? Je zit nu in een stappenplan, maar ook belangrijk is voor iedere persoon zelf van, nou, met welke fase zijn we nu bezig? We hebben dus van de provincie extra woningen gekregen om dit project te kunnen realiseren, omdat de provincie vond van dit is ook een project wat zich met duurzame stedenbouw bezighoudt. De verschillende disciplines die aan het project tot nu toe meedoen, dat is voornamelijk mensen op energiegebied, waterhuishouding, vormgeving, architectuur. We houden ons uitsluitend bezig met het raakvlak van milieu en bouwen, maar dan op alle gebieden, zoals materiaalgebruik, water, energie en groenplanning. Wind zou voor mij een heel belangrijk element zijn in de wijk. Op de een of andere manier een kleine windturbine te integreren. Iedereen voelt onmiddellijk dat woonkwaliteit iets heel belangrijks is. Maar het is, ja, omdat het ook over kwaliteit gaat, zo is het gewoon een heel ongrijpbaar onderwerp. Als je in een wijk zit met zo'n openbare ruimte, heb je daar natuurlijk ook nog steeds wat mee. Het is alleen vrij blijvender wat je er doet en wat je er komt halen eigenlijk. Blijven we dus dat wij stedenbouwkundigen of architecten worden opgeleid om datgene te maken wat wij vinden dat goed is voor de mensen om in te wonen. Maar gelukkig wordt het in dit proces ook eens omgedraaid. Dus we gaan een conceptprogramma van IJzer maken. We zullen het met name Pieter en Martin proberen te vertalen wat hier gebeurd is met jullie aanvullingen. Daar moet op gereageerd kunnen worden. Dan wordt er door de projectgroep met de deskundigen en ook met de vertegenwoordiger van de bewoners nog eens even naar gekeken, hebben we nou alles vertaald daarin? En zeggen we oké, nu hebben we een programma van IJzer, dat gaan we ter besluitvorming voorleggen. Wat hoor je te doen als je naar zo'n gebied gaat, als je een gebied gaat verstedelijken of gaat bebouwen of gaat veranderen in ieder geval, wanneer je daar de schop in gaat zitten of juist niet. Je hoort in ieder geval heel goed te kijken van hoe is het geweest, hoe is het ontstaan, hoe is de ondergrond. Hoe zit de verkeersstructuur in elkaar? Hoe zit die nu in elkaar? Nou, zo zit die nu in elkaar. De gewenste structuur van de hele stad, daar hebben we het uitgebreid ook met Joost over gehad. Die is anders, waarbij dit nieuwe feit is gewoon een soort hoogwaardige overontsluiting is. Maar eigenlijk veel meer aanleiding geeft om daar een hoogwaardige fietsroute van te maken. En eigenlijk kunnen we morgen eigenlijk weer vanaf de buitenkant. Ik neem u ook in zich op wat u... Zeg maar, wat u beleeft aan bepaalde kanten van het terrein. Want als we daar strakjes over gaan denken van wat willen we nou waar realiseren, dan wil je dat natuurlijk ook doen in aansluiting aan wat er nu al is. Het tweede wat we hebben gedaan is een vingeroefeningen gemaakt. Welke kansen en potenties en belemmeringen zijn er eigenlijk
om het gebied te ontwikkelen. En dat hebben we vaak ook een beetje gedaan alsof we eigenlijk aan de ene kant helemaal van niks wisten. Want aan de ene kant analyseren van nou, wat kan er allemaal niet, wat willen ze allemaal niet. Aan de andere kant is het heel goed om onbevangen naar zo'n locatie te kijken en eigenlijk te beredeneren vanuit het gebied zelf. En wat maakt het dat wij ons huis willen inruilen voor een plaats die alleen maar bestaat op papier of in ideaalbeelden en intenties? Voor mij is dit de woonwijk van morgen. Een moderne stedelijke wijkgemeenschap gebaseerd op een lokale ecologie. En Eva Laxbeer is er lijkt me daarvoor een ideale plaats om die investering in mijzelf en in de toekomst te realiseren. Ja, nou, waar heeft woonkwaliteit mee te maken? Ik heb geprobeerd om een aantal aspecten te onderscheiden. Op stedenbouwkundig en architectonisch gebied, materiaalgebruik gebied, heeft natuurlijk te maken met beschutting, met zeg maar, een ja, menselijke omgeving. Daarom vond ik dit huis ook zo mooi, omdat die huizen die hebben echt menselijke gezichten. Als eerste, en dat is dan het minst architectonische, dat is de betrokkenheid van de mens. En zeker voor ecologische woonprojecten, het welslagen daarvan, dat staat of valt bij, ja, bij of mensen daarachter staan. Nou, stedenbouwkundige kwaliteiten. Integratie is genoemd. Dus de moderne stedenbouw, zeker vanaf de Tweede Wereldoorlog, die gaat heel sterk uit van het scheiden van functies. Natuurlijk met de schaalvergroting te maken. Maar dat heeft een enorme versraling van de leefomgeving. Een gebrek aan levendigheid met zich meegebracht. En ook heel veel verkeer. Het lijkt mij heel belangrijk voor zo'n wijk als Even langs meer, dat er dus een stelsel, een ruimtelijk weefsel is met verschillende kwaliteiten, zoals zeg maar, openheid, zeg maar, beslotenheid, zo, doorkijken. Zo, dat dat een, zeg maar, een ruimtelijk spel is met ja, veel verschillende kwaliteiten. Ik wil graag terug naar mensen die met dingen bezig zijn. Van een mooie wijk maken en met elkaar samenleven. Ik word wat immobieler, dus ik wil ook graag ergens wonen waar er meer mensen om me heen wonen die ook bij mij op bezoek kunnen als ik niet bij hen op bezoek kan. In tegenstelling van wat vaak beweerd wordt, dat milieu gewoon, dat het afzien is en bespaard, denk ik gewoon dat het juist een verrijking is. En dat proberen we door middel van ons werk tot uiting te brengen. Dat is een ander project wat nu wat klaar is. Het is een Rijkerswoerd, een woningbouwproject. 44 eengezins rijtjeshuizen, ook in de sociale huursector. Het was ook een VIPA-project. En daar werden wij gevraagd om dat binnenterrein in te richten. Dat is een gemeenschappelijk binnenterrein. Er zijn hele gemotiveerde bewoners, ook die actief aan hebben meegedaan. Een van de twee pompen werkt niet. Ik weet niet precies hoe dat komt. Maar dat ben ik nu aan het uitzoeken. Maar het is te zien op het veld, een van de twee helften heeft maar heel weinig wiet en de andere helft daar groeit het goed. En dit is dus een elofietenfilter. En het water uit de douche en de wasmachine wordt weer gezuiverd in een moerasje. Moerasje, we vermijden dat woord altijd, omdat dan iedereen denkt dat het gevaarlijk is. Dat er kinderen in kunnen zakken en zo. En dat betekent dat we 55% minder drinkwater daar gebruiken en 85% minder afvalwater hebben. En hier is een bergbezinkvijver waar het overschot van het water even opgeslagen wordt. En daaronder is ook de cisterne waar het afvalwater verzameld wordt. En hier nog een berging. Het zijn dus gemeenschappelijke bergingen en die kan dan ook eens een keer als vijstuin gebruikt worden of zo als er geen spullen in staan. Dat woord gezelligheid heb ik al verschrikkelijk lang over moeten nadenken waar het vandaan komt. Het in één zaal zijn. En dat is denk ik naast de behoefte van duurzaamheid is dat een, iets waar we gewoon mee zitten. En waar men innerlijk naar verlangt. Dat zijn dus denk ik elementen die ja, op een of andere manier ook in al deze tekeningen tot uiting kwamen. Toen wij dus 3 jaar geleden aan het tekenen gingen, toen ja, kwam er ook zoiets uit. Wat ik hierin herken, zeg maar, bevestigt alleen maar dat we met iets heel wezenlijks bezig zijn. Eerste zonde gaat het om de ruimte direct om een woning heen. Iedereen heeft die behoefte aan zo'n zone 1, waar die echt beschut, veilig thuis is. De beelden die zeg maar, de permacultuur wil aandragen daarvoor, zijn alsmaar ter versterking van het veilig thuis en
mijn plek gevoel. En zone 2 zou dan iets zijn wat je dus met je buren kan gaan invullen. Dus speelruimte, maar ook barbecue-ruimte of moestuinruimte. En het interessante daarvan natuurlijk is dat je al begint met het gezamenlijk beheren en dus relaties met elkaar aan begint te gaan. Zone 3 dan de openbare ruimte. Daarbij stel ik me voor een parkachtig geheel. En daar zijn ook allerlei mogelijkheden om zogenaamd eetbaar landschap te creëren. In ieder geval dat dus de ruimte 3 zoveel mogelijk wordt ingericht en ingevuld om de collectieve functies te versterken. Daar is een stukje waterwindgebied wat onbebouwd moet blijven en waar dus nu gedacht is om eventueel iets met land- en tuinbouw biologisch te doen, zodat de bodem niet verontreinigd wordt. Daar is een stuk terrein wat bij het waterleidingbedrijf hoort. Zone 4 dan, wat ik zeg, die tuinbouw en landbouw, daar is een concept van, dat zal iedereen inmiddels wel kennen, van de groenteabonnementen. Daar kan je bij voorstellen dat er ook nog plekken zijn om mensen uit de wijk daarbij te betrekken, bij het werk daarbij of de vermarkting. Dat wil zeggen van, als er stadslandbouw komt, het is maar een idee, maar het zou kunnen zijn dat mensen dan de boer die dat doet, kan betalen, een soort vereniging van eigenaar. Nou, dat is ook een criterium, grond waarvan je wel of niet kiest om daar te gaan wonen. Nou, en zo zijn er veel meer van dat soort dingen te verzinnen. En ja, er zijn weinig plekken in een stedelijke omgeving die je kent die uitnodigen tot creativiteit of openheid eigenlijk. Het gaat voor mij namelijk niet alleen om een aangenaam huis, maar vooral ook om de gehele inbedding daaromheen. Ieder ecosysteem wat goed in elkaar zit, heeft naar de buitenwereld alleen maar gewenste uitgaande stromen. Dat betekent dat het water wat eruit komt, als er al water uitkomt, bruikbaar moet zijn voor een andere toepassing. Je moet geen afvalwarmte hebben. Want afvalwarmte is niet goed, daar krijg je niks voor. Maar dat zijn allemaal stromen die aan de orde zijn, die je moet proberen te beheersen. Nou, mijn eerste statement, dat zie je ook in dat verhaal, ik ben helemaal gek van biogas op het ogenblik. Waarom? Biogas ontstaat, of je dat maar wilt of niet, maar als je organisch afval op een hoop dondert, dan gaat dat anaeroop liggen rotten. Dan krijg je een massa die qua consistentie en ook qua droge stofgehalte heel goed in die verhouding ligt waarin je optimaal biogas produceert. Dus dat is voor mij een uitgangspunt. Je zou in EVA al het organisch afval op die manier moeten gaan oppakken. En dan is er de vraag wat hier gaat komen. En we hebben dus net een wandelingetje gemaakt hierheen. Nou, gezien de situatie, waar denken we ons nou dingen? En dus hoe zouden we die wijk kunnen opzetten en ontsluiten? En waar denken wij nou groen en water? En hoe denken we die huizen? Denken we er een plein in? En het is natuurlijk vooral aan de bewoners om daartoe een sociaal huis te bouwen. En waarin de uitwisseling tussen de mensen blijft stromen en nieuwe ideeën en activiteiten worden ontwikkeld en ondernomen. Ja, dan willen we jullie nu uitnodigen om het boekje even vast in te kijken. Een eerste blik te gunnen. En lees ook vooral de tekst en kijk niet alleen de plaatjes, is onze vraag erbij. Want daar staan onze concrete voorstellingen bij deze wijk. En die zijn van alle bewoners. Dingen die als kind ook naar verlangd hebt, van een huis en een boom bouwen of zo, of een huis. We hebben 3 themagroepen vanochtend gehad. 1 die met toen met kleuren willen kleuren, met water, energie en afval. 1 met buitengebied, groen en verkeer. En 1 met stedenbouw en woonkwaliteiten. En nu gaan we die 3 groepen dus mengen, zodat er dus groep integrale groepen ontstaan. Dus zeg maar, gaan we inzetten, bijvoorbeeld op die biogasinstallatie. En hoe gaan we met regenwater om? Goed, dames en heren, energieconcepten. Nou, als ik nu begin met het hele isolatiegebeuren, zorggericht verkavelen en dergelijke. We zijn daar in Nederland een bepaald traject in gegaan. En ja, wij verwachten eigenlijk toch wel
dat we daar waarschijnlijk dan ook weer gebruik van zullen maken. Dit waterwindgebied is daar, hebben we een beetje om en om licht en donkergroen geasseerd. Oftewel, daar kan de gemeenschappelijke tuinactiviteiten en ook privé tuin eventueel gecombineerd worden. Nou, dat is één belangrijk aspect is dat we in een waterwindgebied zitten. En de woordvoerder van de waterwinning heeft dus al verteld dat dat ook heel veel bezwaren zal stuiten. Om dus water in en uit een waterwindgebied te pompen en te halen. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld om weer op woningniveau, om bijvoorbeeld een waterzak in een kruipruimte te creëren. Ook hier is een voetpad in ieder geval gedacht, misschien ook wel een fietspad, over het waterzuiveringsgebied heen. Waterwindgebied, sorry. Dit blijkt een vrij uniek waterwindterrein te zijn dat, dat zo behoorlijk afgeschermd wordt met kleipakketten, dat het bouwen ook wat dichter bij het waterwindgebied kan plaatsvinden. Wel of niet windenergie in de wijk? Gevoelige punten zijn het geluid, lawaai en de slagschaduw van de molens. Dus dat pleit voor iets verder weg. Is dat mogelijk langs de spoorlijn? Is het mogelijk aan de watertoren? Hier wordt een groot bedrijvencentrum gedacht, ook als buffer naar de geluidsoverlast van het spoor en tegelijkertijd natuurlijk prima bij sluitend. Het EVA-centrum is goed vanuit het station bereikbaar. Bij het station is er gesproken om over compacter en eventueel hoger te bouwen en naar binnen toe van het terrein gespreid en lager. Dus er is gezegd van nou, de wijk moet geen eiland in de stad worden, dus er moet een aansluiting komen. Dat geldt zowel weer ruimtelijk als sociaal. Dus het project mag gewoon een eigen karakter krijgen met eigen bebouwingsstructuren. Maar die moet op de een of andere manier verbonden en aangesloten worden aan de bestaande structuren. We hadden hier gedacht bedrijven gebeuren. Met aan de kant naar binnen toe, zeg maar, daartegen aangebouwd gestapelde woningen met terrasvormen. Nou, er werd geopperd dat stapelbouw goed is van zonnepanelen. Hier hadden we woningen gepland die op het zuiden zijn gericht. Nou, we konden daar in ieder geval concluderen dat het stapelen en schakelen van woningen is gewoon energetisch heel voordelig. Dit is belangrijk, het zuiveringsmoeras. En hier een zuiveringskas. Twee verschillende manieren van waterzuiveren. Dan is er over die relatie tussen groen en bebouwing nog gezegd van, kijk, je zal stukken hebben waar het groen tussen de bebouwing is, in wat voor vorm dan ook. En misschien aan de randen heb je dus de kwaliteit van wonen in het groen. Water dat er doorheen meandert en sommige woningen over het water heen gebouwd. En daar komt het water als component nog bij. Dat, ja, dat kan door de wijk heen spelen en die rand nog verlevendigen. Hier aan de provinciale weg een grote parkeerwal, liefst weer met groen overdekt, misschien een paar lagen. Nou, verkeer, dat was niet onze afdeling, maar dat kwamen we toch tegen. Dus even de dingen die we tegen zijn, komen we even genoteerd. Fietspaden, zijn al die oranje, die moeten breed genoeg zijn ook voor auto's. Voetpaden, ook door dit gebied heen. Plein, ja. Plein, dorpsplein. Voor en achter het EVA-gebouw met tegelijkertijd een soort kruispunt van wegen door het, of voetwegen door het gebied heen. Ik denk dat Martijn het moet gebruiken. Er ligt even een vraag van waar is de plaats van het station? Ik bedoel, we weten nu waar het ligt, maar blijft het daar? En je kan natuurlijk